You don't know what you got until it's gone. Ik ben zo jammer. Ik geef vandaag gewoon een toffe prijs weg en de winnaar maak ik bekend op Snapchat. Hier mijn Snapchat is Calvin. Fucking leuk Snapchat. Ik geef namelijk vandaag een trui weg. Niet zomaar een trui, maar een Ayea trui. Die heb ik nu niet. Maar hier is een foto van een Ayea trui. Het enige wat je hoeft te doen om kans te maken op die trui is om een reactie achter te laten en te abonneren op mijn kanaal. En dan ben jij misschien wel de gelukkige eigenaar van een Ayea trui. Ja joh. Ik ga er gewoon automatisch ja joh van zeggen. Even back to basic. Even back to the real Calvin. Ik ga gewoon een Q&A doen. Klaar. Ik heb jullie gevraagd om mij zoveel mogelijk vraagjes te stellen. En die vraagjes die ga ik nu beantwoorden. Weet je nu dat fixing spray niet in je haar moet doen? Ha! Fucking grappig! Ik ben ook maar gewoon een man die niet weet hoe het fucking make-up werkt. Als je niet weet waar ik het over heb, kijk de video waar ik mezelf ga opmaken. Dat is echt akelig fucked up. Hoe zou je geheten hebben als je een meisje was? Kelly. Nee, deze vraag is me al 100.000 keer eerder verteld. Ik heb geen idee. Ik weet het echt niet. Mijn ouders hadden überhaupt nog geen naam voor mij bedacht. Voordat ze wisten dat ik een jongen was, volgens mij. Dus dan kun je wel moeilijk gaan doen, maar ja. Ik wil kaas. Oké. Als je nog maar één gerecht voor de rest van je leven kon eten, wat zou dat dan zijn? Ik zou dan graag kippenbourgondische filetjes willen met kaas erbovenop. Met een wrapping van tonijnsalade en daarmee een kartonnen randje van tonijn. Nog meer tonijn. Konijn. De konijnenvoer. Ha! En de award for the most random answer goes to Kevin Boeman. Petje op je kruin. That's not even a question, man. What the fuck is wrong with you? You want cheese? You want a pet on your kruin? I don't know, man. Wat vind je van jezelf de leukste video die je hebt opgenomen? Wow. Ik denk dat dat kutreclames was. Ik weet niet meer welke. Een van de kutreclames. Ik weet nog wel dat ik die terugkeek en dacht. Yo, this shit. Ik ben oprecht gewoon misschien ook wel gewoon grappig in het dagelijks leven. Nee, maar in de video wel. Hoeveel vriendinnen heb je gehad? Ik heb in mijn leven denk ik 76 vriendinnetjes gehad. Eigenlijk elke week van mijn leven heb ik wel een andere side hoe. Nee, even serieus. Ik denk zelf. Moet ik even goed nadenken? 1, 2, 3, 4, 5. 5? Ik denk 5. En zoals jullie misschien weten, heb ik nu ook een vriendinnetje, Nina. Nina is mijn grote liefde. Mijn hele wereld draait om haar. Wow. Romantic boy in the building. Maar zoals jullie misschien weten, is Nina niet in Nederland. Zij is 5 maanden op Aruba. Ik mis haar zo, man. Ik mis haar zo. You don't know what you got until it's gone. Ik ben zo jammer. Echt. Welke kleur is je onderbroek? There you go, it's grey. It's a grey underpants. Jullie willen niet weten hoe het voelt. Kan jullie met vrij veel zekerheid vertellen dat was een onprettige ervaring. Kijk je Game of Thrones? Zo ja, wie? Nee. Als je voor één dag iemand anders zou mogen zijn, wie zou dat dan zijn? Dan zou ik mezelf even zou Ariana Grande zijn en dan zou ik alleen nog maar in de spiegel kijken. En ja, dingen doen. Oh. Het probleem met die vraag is, op het moment dat jij iemand anders bent, ben jij je dan bewust van het feit dat je iemand anders bent? Of ben je dan echt die persoon en heb je het niet eens door? Want dan heeft... Wow, ik sloeg mezelf. Dan heeft het niet eens zin, snap je? Als ik een dag Ariana Grande ben, maar ik ben gewoon haar, dus ik heb niet door dat ik de dag ervoor Calvin was, dan heeft het helemaal geen zin. Dus dan ben ik gewoon niemand. Als ik het bewust ben, Ariana Grande. En dan de naakte versie graag. Dankjewel. Glitterboeren of confetti poepen? Panda's schijten. Kan je shuffelen? Schijt de paus in het bos. Ik ga gewoon op de tafel, ga ik gewoon shuffelen, man. Komt ie. Hey, I'm doing this, okay? Everybody in the club. Everybody in the club, man. Does that answer the question? I do hope so. Zou je ooit willen trouwen en kinderen krijgen? Ja! Ben ik vrij helder in. Kinderen krijgen lijkt me echt episch. Niet nu, trouwens. Damn! Als iemand tegen jou zegt, damn, het enige wat jij dan doet in je leven is, damn! En met volle overtuiging. En dan je haartjes verneuken. Dat is the story of my life. Ben je een meisje of een jongen? Zip. Ik ben een Nee! Grapje, ik ben gewoon een jongetje. Ik heb gewoon een piemel. Wie gebruikt het woord piemel tegenwoordig nog? Even serieus. Welk persoon met waardigheid gebruikt tegenwoordig het woord piemeltje? Nou, het piemeltje hoeft dan ook niet weer. Jullie snappen het. Geld of gelukkig? Als er iemand is op de wereld, en ook maar één persoon, die geld verkiest boven geluk, is oerdom. Oké? Dat is hetzelfde als dat je vraagt, hey, je loopt in de woestijn, je hebt geen water gehad. Zou je dan water willen? Of zou je dan geen water willen? Die vergelijking was echt...
top. Nee, altijd geluk. Ik heb altijd gezegd, het enige wat ik in mijn leven wil, elke dag van mijn leven, is mezelf... Zo. Ik wil elke dag van mijn leven gewoon mezelf kunnen faciliteren met de dingen waar ik gelukkig van word. En dat is comfort, balans, mensen waar ik van hou, dingen doen waar ik van hou, zulke dingen. Als dat in balans is, dan ben ik gelukkig. En als daar 1 euro bij hoort, of 1000 euro bij hoort, dat maakt niet uit. Op het moment dat ik gelukkig ben, dan I'm the fucking, I'm the happiest. Het zit al in het woord, oké? Okay? Elk mens wil gelukkig zijn. En op het moment dat je geld gelijkstelt aan... Het klopt niet. Het klopt gewoon niet. Deze vraag klopt niet. Om terug te komen op je vraag, geld natuurlijk. Zullen we daten? Nou, er staat geen vraagteken achter je zin, dus ik doe net alsof dit geen vraag is. Haha, how to skip a woman. Poeh. Wat zou je als eerste doen als je een vrouw wordt? Ja, mensen. Ik weet niet of jullie mij al langer volgen. Of jullie al weten hoe ik in elkaar zit. Maar ik ben een man. En ik hou van vrouwen. En op het moment dat ik een vrouw zou zijn. En op het moment dat ik een vrouwelijk lichaam zou hebben. Met bepaalde kenmerken die vrouwelijke lichamen hebben. En ik ben niet gedetailleerd, maar toch ga ik het gewoon zeggen. Bepaalde erogene zones. Dan zou ik als eerste naar de keuken gaan om te koken. Dat zou me fantastisch lijken. Gewoon eindelijk eens een keer doen waar een vrouw voor gemaakt is. Wow. Kelvin, dat had je niet mogen zeggen. Sorry. Nou, lekker. Wow, what the wow. Sometimes you just wake up and your hair is like this. This what the fuck are you doing right here? Ik geef een Ayaya trui weg. Zo simpel is dat. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een reactie achter te laten hieronder. En te abonneren op mijn kanaal. En dan maak je kans. Ik maak het weer naar bekend op Snapchat, zo simpel is dat. Ik ga er weer vandoor, dames en heren. Bedankt voor het kijken. Ik hou van jullie allemaal en dan gaan wij Nee, man. Godverdomme, man. Nee, man. Nee! Oh, fucking hell. I'm fucking done with this shit. Deed dit echt. I'm fucking out of here. I'm out of here. All of y'all. Ik heb uit fucking, uit reflex ook mijn laptop dichtgeslagen. Spijt me dat ik jullie ook op... Nee, spijt me niet dat ik jullie dit heb laten zien. Dingen die op het internet staan, die je sowieso zelf kan checken. Dat niet raar is dat je dat ook... Deze man gaf letterlijk die vrouw een kus.